We hebben gewoon gewonnen. En weet je wat ik net zei? Als we winnen, wat deden we dan? Dan gingen we lekker een megadoosje openen. Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat je kijkt naar deze Brawl Stars video hier op mijn kanaal. Vandaag, dames en heren, gaan we weer een Brawl Stars video maken. En in deze Brawl Stars video gaan wij iets heel leuks doen. We gaan namelijk een knokker upgraden van kracht 8 naar kracht 9, dames en heren. En dat betekent dan dat ik bijna al mijn knokkers nu wel richting die kracht 9 heb gekregen. We hebben namelijk weer, zoals je ziet, 983 munten. Nou denk je, Mick, je moet 1250 munten om een knokker naar kracht 9 te upgraden. Ja, dat klopt zeker. Maar we hebben ook nog wat edelstenen. En met die edelstenen gaan we wat coins kopen. En dan kunnen we dus dat wel gaan doen. Misschien kunnen we zelfs 2 knokkers gaan upgraden. Ligt eraan hoeveel coins we gaan kopen. We hebben namelijk Brock die we naar kracht 8 kunnen upgraden. We hebben Piper die we naar kracht 8 kunnen upgraden. En dat is het eigenlijk tot nu toe wel. Of naar kracht 9 moet ik zeggen. Sorry. Dus we hebben 2 knokkers die we gewoon naar kracht 9 kunnen upgraden. Dat is gewoon echt super chill. Dus laten we even kijken hoeveel coins als we even kijken. We hebben 420 edelstenen. Als we die aanbieding van 280 doen, dan kunnen we... Ja, fuck it. We doen het gewoon. Dames en heren. We hebben nu 3.500 munten. Dan kunnen we Piper dus en Brock upgraden naar kracht level 9. En misschien kunnen we dan ook nog een sterrenkracht krijgen in de toekomst. En dan zijn ze gewoon kracht 10. Holy shit. Het zijn gewoon 2 nieuwe knokkers dan kracht 10. Dat is echt insane. Dames en heren, voordat ik dat ga doen, wil ik even vragen om een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Dat zou ik super awesome vinden. Want we gaan richting die 100.000 abonnees. En dat betekent dat we dan een playbutton krijgen. En weet je wat playbuttons zijn? Playbuttons zijn super cool. Want dan kan ik ze zo in mijn gang hangen. En hangt er niet 1, maar 2. Dat is toch sick? Jazeker, dat vind ik nou ook. Oké, we gaan gelijk naar de knokkers toe. Ja, we gaan dus sowieso Brock upgraden naar kracht level 9. Nu ga ik eerlijk zeggen, ik ben niet groot fan van Brock. Ik vind het echt een matige knokker. Maar nu kan ik je ook zeggen dat ik hem wel gewoon kracht level 9 heb, bitch. Let's go! Hopsakee! Oké, en niet alleen Brock gaan we upgraden naar kracht level 9. Nee, we gaan ook gewoon your girl Piper upgraden. Nou, Piper is denk ik echt een knokker. Die heeft bijna niemand op kracht level 9. Want dat is gewoon niet een hele populaire knokker. Laten we even met een kracht 9. Een kracht 9 Piper gaan spelen. En laten we dadelijk ook misschien even 1 megadoosje openen. Misschien krijgen we een sterrenkracht eruit. Je weet het maar nooit. De kans is nu wel weer een stuk hoger. Oké, we gaan even met Piper dit kistje hier pakken. Kijk hoeveel damage ze nu al doet. Dat is wel echt sick. Ze is gewoon kracht level 9, dames en heren. Ik ben ook heel benieuwd wat haar sterrenkracht is. Ik zou dat echt totaal niet uit mijn hoofd weten. Oh, wat de fuck gebeurde daar? Oké, dat was niet heel goed. Piper is volgens mij des te meer afstand ze heeft, des te meer damage ze doet. Dat ik zo 1, 2, 3 weet. Kijk, hoe doen we dit? Even kijken, die hebben we daar geraakt. Jezus. Oké, die El Primo is de lul. Ze zijn allebei denk ik de lul trouwens. Ze zijn allebei de lul. Oké, ik wil niet de lul zijn. Oh mijn god, hij pakt al mijn krachtpunten, die gozer. Had ik gewoon 2 knokkers of 2, ja, 2 knokkers had ik hier gewoon dood. En dan worden al mijn krachtpuntjes afgepakt. Oké, waarom... Oké. Een tip met Piper. Zorg niet dat de robot achter je aangaat. Want dan ben je gewoon klaar. Dan ben je gewoon weg, gone loose. Zoals ik net mooi demonstreerde. Oké, we gaan gelijk door naar een ander potje met Piper. Ze wordt wel rang 11. Dat is super leuk. Maar we gaan even nog een potje met haar spelen. Want we moeten al even winnen. Het is een kracht 9 Piper. Kom op, Mick. Je kan het niet maken om dit te verliezen. Dat vind ik nou ook. Oké, we gaan weer een nieuw potje in. We moeten gewoon eerst even lekker rustig gaan. Weet je wel, die kistje openen. Dat we even 1 krachtpuntje al hebben. Des te meer afstand we hebben, des te meer damage we doen. Dat we ook altijd natuurlijk blijven onthouden. We hebben hier gelijk een Brock. Kijk, die Brock is al gewoon dood. Maar dat is meer door die Ems. Oh, die Ems is ook dood. Oké, kunnen we die Brock ook killen? I don't know. Die Brock gaat weer HP erbij krijgen. Ik denk dat we die Brock niet met rust gaan laten. Ik wou zeggen, ik denk dat we die Brock met rust gaan laten. Maar die gaan we gewoon niet met rust laten. Kom op, hier. Kom eens hier, Brock. Jezus, wat irritant. Oké, we hebben daar een Jackie. Kijk, als we van afstand doen we nu best wel veel damage. Dus dan moeten we ook gewoon, onthouden. Kom op, Jackie. Kom op, waar ben je nou? Je bent sowieso in dat bosje. Toch? Oh, ze is niet in het bosje. Oké, die Brock is volgens mij daarin. I don't know. Ik weet echt gewoon even niet waar iedereen is. In ieder geval, ik ga weer even zo'n kistje openen. Want ik zie daar nog zo'n kistje. Zo'n kistje. Zo'n lekker kistje. Kijk, die gaan we zo pakken. Hoppakee, let's go. En dan hebben we 3 krachtpunten. En als Piper op een gegeven moment gewoon veel krachtpunten heeft. Ja, maakt niet eigenlijk niet uit. Elke knokker. Als die op een gegeven moment veel krachtpunten heeft. Dan weet je gewoon. Dit wordt easy peasy lemon squeeze. Laten we even wat afstand nemen. Zullen we die kist in 1 keer pakken. Hoppakee, let's go. Hebben we nu 4 van die krachtpunten. Zien we daar een Bo die ruzie heeft met een robot. Maar het is dus wel zo. Als ik Bo kill, heb ik, ja, dan heb ik dus ruzie met die robot. En dat is niet heel fijn. Oké, boom.
gebruiken mijn dinges hier. Ik krijg nu een Jackie achter ons aan. Dat is niet heel fijn. En die Jackie die gaat ons gewoon killen. Nogmaals, wanneer die robot achter me aan zit, ben ik gewoon kansloos met Piper, lijkt het wel. Ik had superveel krachtpunten. Ik had het helemaal voor elkaar. Maar ja, dan komt die robot achter me aan. En dan word ik zo in een benauwde situatie gegooid. Ja, dat is gewoon niet fijn. Dus... ja, als je showdown gaat doen met Piper, zorg er dan gewoon voor dat het niet een map is met die robot erbij. In ieder geval, we hebben nog een knokker natuurlijk die we kracht 9 hebben geüpgrade. En dat is je boy Brock. Let's go! Die gaan we ook gewoon eventjes meespelen. En met hem moeten we gewoon even een potje gaan winnen. En als we dan een potje hebben gewonnen, dan gaan we gewoon een megadoos openen. En als we niet hebben gewonnen, doen we dat ook gewoon. Want ik heb gewoon zin om een megadoos te openen. Let's go! En ja, zoals ik net al zei, ik ben niet heel erg fan van Brock. Zijn range is wel echt ontiegelijk hoog, dus dat is wel... voordelig. En deze Dynamite, ja, die is gewoon de lul. Die had zijn krachtpunt gewoon moeten laten liggen. Die had gewoon weg moeten lopen. Oké, even kijken. Ik heb wel echt een super chill gadget met Brock. Namelijk dat hij zo'n jump kan doen. Oké, deze Brock. Dit wordt een Brock versus Brock. Brock versus Brock. Nou, die Brock laat zich killen door de robot. Kijk, kijk. Dan doen we zo. En dan doen we psych. Oké, dat was echt een hele domme psych. Oké, okay, ja, zo. Kijk, mijn krachtpuntje. Nou, we hebben weer de irritante robot achter ons aan. Nou, gelukkig zijn we geen Piper en hebben meer dan 2000 HP. Dat is dus super chill. Even kijken, ik ben heel benieuwd waar andere knokkers zijn. Als hier een Jackie of zo in de bosjes, dan is het wel echt heel erg jammer. Oké, dat was een goede ult. En die hebben we ook gelijk. Zitten we in een showdown. Dan springen we even over jou heen, robot. Oké, ik dacht dat we over jou heen zouden springen. We hebben een bow achter ons aan. Ik kan even niet zien hoeveel krachtpunten die bow heeft. Ondertussen zijn gewoon deze robot even lekker aan het damagen. Ik denk dat die Bo ergens in... Die Bo zit sowieso daar in het bosje. Ik weet niet waar. Oké, die Bo is daar. 4 krachtpunten. Oké, dit moet goed komen. Boom. Kadaboom. En yes hoor. Jazeker. We hebben gewoon gewonnen. En weet je wat ik net zei? Als we winnen, wat deden we dan? Dan gingen we lekker een megadoosje openen. Beter krijgen we een sterrenkracht eruit. Hoe sick zou dat zijn? Als we een sterrenkracht krijgen uit een van deze megadozen. En daarnaast krijgen we ook weer natuurlijk munten eruit. En we hebben nog 1000 munten. Dus kunnen we misschien nog een knokker upgraden dadelijk. Oké, we gaan een megadoos openen. Please, please. Oké, even bidden voor de Brawl Star goden. Gun mij gewoon even een 6 rechtsonder. En dan geen gadget, maar gewoon een sterrenkracht. Kom op. Het is een 5. Verdomme man. We krijgen puntjes voor Max. Puntjes voor El Primo. Puntjes voor Leon. Dat is sowieso chill. Want dat is natuurlijk een legendary knokker. We krijgen puntjes voor Bo. En we krijgen 43 puntjes voor Jackie. We krijgen daarnaast 5 edelstenen ook. Dus dat is super chill. Laat ik even kijken naar mijn knokkers. Zoals ik zie kan ik aardig wat knokkers upgraden. Ik heb trouwens de sterrenkracht laatst gekregen. Dat was gisteren heb ik die gekregen. Even kijken. Ja, ik kan bijna allemaal knokkers upgraden. Maar welke gaan we upgraden? Dat is de vraag. Ik vind Bo en El Primo sowieso ook echt super chill. Ik denk dat ik ga Bo een upgrade geven. Zo, hopsakee. Kijk, dan is Bo nu ook kracht level 8. Moet ik nog een beetje sparen met krachtpunten en natuurlijk met coins. En dan kunnen we die ook gewoon naar kracht 9 upgraden. Ik ga langzaam aan nu gewoon elke knokker op kracht 9 of 10 hebben. Als ik natuurlijk een sterrenkracht pack. Dat is gewoon echt super sick. Laten we gelijk even een puntje met de kracht level 8 Bo spelen. Hoppakee. We worden gelijk tegen een B opgezet. Dat is niet heel chill. Oké, kijk. Oeh, hoppa. Kijk, die hebben we ook gelijk mee. Hoppa, oké, let's go. Kijk, kunnen we deze ook hier pakken? Daar hebben we een irritant Ems. Die helpt mij gewoon even. Die Ems helpt mij gewoon. Weet je hoe aardig dat is, Ems? Dat vind ik echt heel lief van jou. Dat jij me gewoon helpt om dat kistje te openen. Dat is toch echt heel cute van Ems. Oké, even kijken, dames en heren. Hier beneden hebben we nog een kistje. Dat is ook weer super chill. Die gaan we ook gelijk pakken. Let's go. Zo, hoppakee. Hebben we nu al 5 krachtpuntjes met nog 5 knokkertjes. Over. Dan hebben we een mede 5 krachtpunten knokker. Boom, boom. Oké, hij heeft zijn ult en hij heeft me. Hij had me echt gewoon goed gekillt. Dat moet ik zeggen. GG, well played. Oké, we gaan nog 1 potje met Boos spelen, want ik kan hier niet tegen. Ik werd gewoon gerekt. Ik werd gewoon daadwerkelijk gerekt. Ik moet er even voor gaan zitten. Zo, hopsakee. We moeten niet zo chill gaan spelen. Mick, we zijn niet ninja in dit spel. Come on, brawl, let's go. Zo, we gaan gelijk voor deze hier. Zo, hopsakee. Zie je daar een tik? Die tik, ja, dat is een goede knokker. Dat is zeker een goede knokker. Die kan heel veel damage doen in een hele korte periode. Hij blijft hier ook gewoon in... Oh mijn god. Hij outplayed me super hard. Maar ik heb ons nog gesaved. Even kijken hier wat HP erbij krijgen. Kom op. Ik ben toch wel sterker van dichterbij. Dankjewel. Oh, wat echt 60 HP. Oh mijn god. Ik zie al hier nog meer knokkers vechten als het goed is. Ik zie daar een Brock daarboven. Come on. Kom aan.
Kom aan. Oké, nog één hit. Nog één hit. Maar hij kan weer net schuilen of net niet. Net wel of net niet. Ik weet het niet. Als hij me nu één keer raakt, ben ik dood. Dus ik ga niet het risico lopen hier. En hij had zijn ult. Oké, dames en heren. Ik denk dat ik er even klaar mee ben. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze Brawl Stars video. Vond je het nou leuk? Ik in ieder geval wel. Want we hebben gewoon 2 knokkers naar kracht 9 upgrade. En binnenkort gaan we 100% een sterrenkracht voor deze knokkers krijgen. Dus wil je dat nou niet missen? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Want dan kan je veel megado's zien. Veel gekke plays. En natuurlijk je boy Mick. En dan gaan we naar die 100.000 abonnees toe. En dat is natuurlijk een playbutton. Volg me ook even op Instagram en Bing voor YouTube. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is Mick out.